Dus naast mij staat Camille Ogen, de 16-jarige finaliste van de Maanrock Rally. Dag Camille. Hallo. Alles goed? Ja, ja, met u? Zeker. Je hebt juist op het podium gestaan van de Maanrock Rally. Hoe was het voor jou? Tof, veel publiek, dus ja, ik ben wel content. Ja, hoe? En het verliep vlotjes? Denk het wel. Ja, oké. Okay. Dus zoals ik al zei, je bent finaliste van de Maanrock Rally. Ja. Hoe komt het dat je hebt meegedaan met de Maanrock Rally? Ben je een beetje gepusht geweest door iemand of was het echt je eigen keuze? Nee, het was een beetje mijn eigen keuze. Het was zo via Vibe, dus zo die muzikantenwebsite. En kon je inschrijven. En dan heb ik een mail gekregen dat ik op de reservelijst stond, maar dat een band dan had afgezegd. Dus dat ik dan mee mocht doen in de voorrondes. En dan naar de voorrondes gegaan. En dan stond iedereen ook wel een beetje verbaasd naar mij te kijken. Dus ja, zo is het dus gelopen. Eerst op de reservelijst en uiteindelijk nu toch in de finale. Dus dat is wel mooi, hè? Ja. Had ik niet verwacht. Nu, straks wordt het bekendgemaakt. Voor dat raketkanon speelt, wordt er bekendgemaakt wie dat er wint. En de prijs is €250. Ja. 3 dagen in de studio. En volgend jaar het openen van het groot podium op Maanrock. Ja. Als je dat zou winnen, wat zou je daar dan allemaal mee doen? Met dat geld of nieuwe singles opnemen? Dat is nog steeds een goede vraag. Ik weet het nog niet zo goed. Ik denk gewoon sparen. Ook sowieso voor een nieuwe gitaar of een nieuwe piano. Daar moet ik nog tussen kiezen. Uh-huh. Maar ja... Ja, het sparen en zien wat ik ermee kan kopen. Een gitaar, een akoestische en elektrische, we zien wel. Ja, oké. Het zou mooi zijn. Nu, moest je niet winnen, zou het dan veel anders zijn? Nee, ik ben al blij dat ik hier sta. Ja. En dat heeft zoveel deugd gedaan voor mij, dus. Ja, oké. Je bent hier dan een beetje onverwacht zo. Het was niet helemaal gegaan. Nu, wat doet dat dan om dan toch zo ver te gaan? Wat doet dat dan met een mens? Veel. Ja, dat doet wel veel. Want ik had echt niet verwacht dat ik in de finale ging zitten. Want op de voorronde was het ook zo. Ik voelde mij echt zo van, ik ben hier helemaal alleen. Ik weet niet zo goed of ik hier wel op mijn plaats sta. En dan opeens krijg ik een mail van, ah ja, je mocht door naar de finale. Dus ja, het was onverwacht. Maar... En dan nu de finale en VTM was er om reportage te maken. Kan je daar iets over vertellen? Het was eigenlijk voor The Voice, want ik ben dus uitgekozen om naar de Blind Auditions te gaan. Okay, en ze kwamen dan een voorfilmpje maken van mij op Maanrock. Oké, leuk. Dus misschien zien we u volgend jaar niet op Maanrock, hopelijk wel. En anders zien we u dan sowieso in The Voice van Vlaanderen. Ja, misschien, dus, misschien niet. Goed, wij duimen alvast voor jou. Dank je wel. We zullen straks wel zien wat de uitslag is. Dank je wel. Dank je wel.